Good morning YouTube! Yo gasten, welkom bij Team Leaf. Ik ben de Lietenel, oftewel Jeff. De vorige keer waren we deze grot een beetje doorgelopen en we hebben wat fakkels geplaatst. En ja, we hebben nog lopen knokken met een paar van die zombie boys. Even kijken, want ik moet nou een beetje de uitgang vinden. En we nemen ondertussen van alles even mee, want dat hebben we allemaal nodig. Dit hebben we nodig voor de barbecue, had ik de vorige keer ook al gezegd. Zo. Ik kan nu ook in ieder geval even wat fakkels maken weer, want die zijn ook bijna op. Ik heb er nog maar 6 zo te zien. En ik denk niet dat ik er nog meer heb. Ik zal even kijken in mijn rugzakje. Nee, zie je. Nou, ik plaats er hier ook nog even eentje. De vorige keer ging ik ook bijna dood, en dan ben ik aan het scrollen. En dan scroll er eigenlijk net overheen. Even kijken, dat liep dood. We moeten die kant op. Moeten we hier naar beneden. Hier een trap gemaakt. Nou, dit gaan we ook nog even allemaal aanpassen. Omdat het dan even wat makkelijker wordt. Qua uitgang te vinden en zo. Nou weet ik gewoon dat hier de kolzen, de uitgang hier al links is. Dus laten we hier gewoon even een voor de volgende keer, voor de terugweg, weet je, een blok hout, dat valt wel op toch? Je vindt hier niet zomaar een blok hout. Nee. Maar goed, we gaan even kijken voor het eten en zo. En we gaan nog even een nieuwe pickaxe maken, een nieuw zwaard en dat soort dingen. Dus dat gaan we vandaag allemaal doen. Daarna gaan we nog even verder zoeken naar onderdelen wat we nodig hebben. Ik stond even stil omdat ik even de timer aan moest zetten. Anders ben ik echt een video aan het maken. En dan weet ik mijn god niet hoe lang die is. Vorige keer had ik er ook al last van. Die. Wacht even. We doen eerst die. En dan zeggen wij... die kolen douwen we er hierbij. En dan hebben we nog eieren. Een paar. Dat doen we hier al. Maar dat hebben we nodig. Dan kan ik daar die pickaxe van maken. Die is sterker als deze. De houweel. Houweel, het is een houweeltje. Kijk, dan hebben we er in ieder geval 3. Zo. En een paar fakkeltjes, of tenminste een paar stokjes. En dan deze zetten we er bovenop. Zo, kijk. En dan gaan we ook keihard... Oh, ik kan er 2 maken. Dan gaan we ook keihard hakken. Oh, want dan beter daar misschien nog een dinges van kunnen maken. Een zwaard. Maar ja, doet er even niet toe. Toch? Gewoon even zo. In ieder geval nog een zwaard wat heel is, weet je. Mochten we in een zwaar gevecht komen, dan kunnen we in ieder geval even switchen naar onze zwaard. Oké, nou, daar gaat het ook wel lekker mee. En het wordt donker en ik zie nog steeds geen zombie. Dat is aan de ene kant wel een goed teken. En volgens mij kwamen ze de vorige keer ook gewoon van... Vanaf die berg hier al. Dus ik zet hier ook gewoon even een paar fakkeltjes neer. Kijk, daar staan ze. Joehoe! Skelet boys! Oh, die ging weg of niet? Fucking homo's. Mag je helemaal niet zeggen. Mag je helemaal niet zeggen. Hoppa. We staan lekker bezig, Freek. Daar bovenop die berg. Kijk, hier, daar lopen ze allemaal te headklitsen. Nou, ik ga het niet opzoeken in ieder geval. We gaan gewoon lekker naar beneden. Het licht houdt ze wel tegen, als het goed is. Even kijken, hoe is het hiermee? Nou ja, maar dat gaat heel lekker. Misschien is het ook verstandig om straks in mijn grot even een kist te maken, weet je, dan zetten we daar een kist neer en dan zijn we in ieder geval, als we doodgaan, zijn we niet van alles kwijt meteen. even kijken, hier gingen we fakkels van maken, ja. Hoppatee. Shift inhouden, zo. Kijk. Allemaal magisch.
Ben je alleen of is je broertje mee? Waar kom jij nou vandaan? Ze komen daar ergens vandaan. Ja, maar waar moet ik dan licht neerzetten? Hoppatee. Komen ze hier al uit dan? Nee, dat kan helemaal niet. Ah, ze komen daar vandaan. Sukkel. Dit is het, weet je. Hier moet ik gewoon nog even wat lampen neerzetten. Want dan, en dan komen ze hier niet meer zo snel tot leven in een... Wow, wat een lek. Dan zien ze me in ieder geval niet meer. Misschien vraag je af, Jeff, waarom lekt het nou zo? Nou, dat zal ik je even heel kort uitleggen. Ik ben een videootje aan het renderen. En ik denk niet dat het samen gaat. Het is ook de laatste keer dat ik het zo op deze manier doe. Dus dan weten jullie even hoe of wat. Dan weten jullie ook wat er aan de hand is. Hij is bijna klaar, want mijn computer wordt al een stuk rustiger. Ik zal eerst die... Oh, ze komen gewoon door het water heen, joh. Oh. En dan loopt er ook nog eentje met een... Oh. Ja. Ja, daar kan ik wel aan de gang blijven natuurlijk met mijn fakkels. Dan moet ik ook even een paar fakkels aan de overkant zetten. Nou, ik ga daar niet te veel naartoe, want er loopt ook van zo'n skelettenboy en die zijn wel sterk. Zie je hem daar? Wat een homo's. Zo, nou is het al lekker ook weg, dus beter. Ik hoor hem, pabim, van, hé, ik ben klaar. Kijk, dat bedoel ik. Nou, we hebben nog een zwaar, van, dat is mooi. En... Ja, we hakken deze gewoon ook even neer. Want als we level 25 zijn, of level 30, dan kan je ook weer je wapens weer, hoe noem je dat? Enchanten. Ze laten niet echt veel spullen achter wat ik nodig heb, hè. Even kijken, zou ik hier ook nog even een fakkeltje zetten? Ja, ik heb het idee van, nou ja, het zit wel goed zo. Maar ze komen vanaf de overkant. Misschien moeten we een groot hek bouwen of zo. Godsam is die stuk, zie je het wel goed? Nou ja, goed. Laat me zitten dan, hufters. Want ze blijven komen, weet je. Dan ben ik op een gegeven moment, ben ik de hele godganse dag, ben ik die dingen aan het killen. Ja, kijk. Jeffrey's home. Hoppatee. En dan plaatsen we hier gewoon lekker een deurtje neer. Hier. Schitterend. Dan komen ze als het goed is niet meer van achteren. Dat is wel lekker. Oké. Okay. Nou, we hakken eerst deze even kapot. Hier gaan we ook even een mooie trap van maken nog in de toekomst. Even die grot gaan we nog even in. We gaan nog even die grot bezoeken. Wat ik doe, ik maak hier al even een kist. Dan hoeven we niet constant heen en weer te lopen. Zo. Ja. Ja, hakken we dit even weg. Zo. Weg met die zooi. Zetten we die daar neer. En dan maken we hier al. Even kijken hoor. Juist. Juist ja. Oh, druk weer de verkeerde knop in. Nou, kom op jongen. Zo. En een kistje. En die kistje nemen we even mee. Even kijken, wat kunnen we hierin droppen? Ja, het is allemaal niet echt heel belangrijk, hè? Misschien mijn eitjes. En mijn eieren. Want het is wel heel belangrijk natuurlijk. Leer, ja, what the fuck. En 20 fakkels voor de zekerheid, weet je. Dan hebben we altijd licht. Dan houden we het licht altijd hier al nog. Oké, nou laten we het zomaar eventjes gaan doen. Godsam. Oh, ik dacht dat we dit de vorige keer al hadden. Maar dat is dus niet zo. Nou, gaan we hier gewoon even wat verder in.
Nou, dat loopt dood. Volgens mij hoor ik ze hier achter. Je hoort wat een herrie, joh. Het lijkt wel storm. Het stormt gewoon in die grot hier. En we gaan gewoon even op zoek naar wat het nou precies is, wat voor herrie. Want dat is wel de bedoeling natuurlijk. Ik hoor ook een spinnetje aan die kant. We gaan gewoon even een kijkje nemen. Kijk, skeleton man. Goh. Zo, jij bent in ieder geval kapot. Daar een fakkel en daar een fakkel. Dan weet ik in ieder geval waar de uitgang is, of waar de ingang is. Waarom zet ik die fakkels nou daar neer? Weet je, in plaats dat ik hem nou naast mijn zwaard doe. Loop even een klein beetje terug. Gaan we dat even veranderen. Maar dan is het voor mij maar één klikje, weet je, en dan is het gewoon een stuk makkelijker. Om gewoon weer te switchen naar mijn, noem je dat ding, naar mijn zwaard als dat nodig is. Ik ging dood, what the fuck? Oh, mijn eten. Natuurlijk. Jef moet eten. Hangen gewoon vleermuizen hier, what the fuck is er allemaal? Nou, hier kunnen we dus goed in vertoeven nog. En hier kunnen we gewoon nog goed in gaan zoeken. Het is toch wel makkelijk, die twee fakkels daar, die laat ik lekker staan. Ook nu heb ik tekort. Ik doe hier allemaal monsters. Een eierentje. Zo, even kijken, had ik wel eten? Ja, verrot vlees. Ga ik nou ook dood door die beesten eten? Nee. Ze zijn wel bloedirritant, dat wel. Dat mag ook wel gezegd worden. Zo, kooltjes mee. Ja, we zijn weer level 12, dus het schiet er weer aardig op. Dat komt ook door het hakken van die kooltjes. Zijn er dingen jongens, en jullie hebben zoiets van, nou Jeff, dat is wel leuk om dat ook even te doen of even te maken. Of je moet het even zo en zo aanpakken. Laat het gerust even weten in de reacties, dan ga ik dat de volgende keer. Ga ik eens even kijken wat ik voor jullie kan doen. Hou er wel rekening mee dat er die upload dan misschien niet nu is. Of die hierna komt, maar misschien daarna. Dan moet je maar even kijken. Ik zou zeggen, ik ga weer helemaal teruglopen in verband, omdat ik gewoon te weinig eten heb. Ik zou zeggen jongens, bedankt voor het kijken. Vergeet niet alvast even een duimpje achter te laten. En dan moet alles weer helemaal goed komen. Ik moest niet omhoog, Jeff. Oh. Hier moest ik heen. Ja, zie je, dat haalt een blok. Ja, toch goed gezien. Oké. Trappen gewoon die kist erin. Kijk van bovenaf in die kist komen. Ja toch? Hey, dat is slim. Zo. De tijd, dat vliegt om jongen. Als je Minecraft speelt, dan gaat het zo. Alle jezus snel. Ja. En die gaat op en hebben we de deur gevonden. Ik zou zeggen jongens, bedankt voor het kijken en ik spreek jullie later. Ciao.